misschien is dit nog wel mijn meest bijzondere waarneming tijdens mijn vogeltocht over Goeree, over Vlakkee en over Schouwen-Duiveland. Deze twee tureluurs. Ik zag eerst deze meerkoet zichzelf poetsen. Ik dacht, nou ja, vind ik ook wel mooi om die eventjes goed te bekijken. Maar toen zag ik opeens een tureluur naast die meerkoet en die drukte zich plat in het water. En toen ik opkeek, zag ik dat er nog een tweede tureluur aankwam lopen. Dus die reageerden op elkaar om vervolgens met elkaar, ja wat is het, gaan ze met elkaar in schijngevecht of bakkeleien ze echt met elkaar? Het lijkt er wel op dat dit ook bands kan zijn, maar waarbij de ene niet gediend is van de avances van de ander. Ja, de een gaat ook op de rug van de ander staan, dus dat lijkt wel alsof ze gaan paren, maar toch ook weer niet. Het is geruzie, het is een beetje ruw met elkaar omgaan, het is een beetje schelden op elkaar, lijkt het wel. Ja, ik ben er niet uit. Is dit nou bals? Hele vroege bals? Is dit nu een partner die het niet ziet zitten in die ander? Is hier nou sprake van een tureluur die zich wil opdringen aan de ander? Dus een mannetje wat zich wil opdringen aan dat vrouwtje. En dat vrouwtje is daar dan niet van gediend. Nou, dit roept allemaal vragen op die ik niet kan beantwoorden. Maar ik vond het wel een bijzonder gezicht om die tureluurs daar zo te zien kiften. En terwijl die meerkoet gewoon lekker onverstoorbaar verder ging met wat hij bezig was. Namelijk gewoon zijn veren poetsen. Hij blikte nog, bloosde. Hij keek niet op of om. Hij liet die tureluurs gewoon begaan. Nou, ja, een bijzonder tafereel wat ik nog altijd niet kan plaatsen.